Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nederland heeft te maken met veel bewolking. En als we naar de bewegende satellietfoto's kijken, dan zien we dat we eigenlijk ook weinig hoeven te verwachten van opklaringen. Misschien dat er later vanavond of in de nacht een enkele opklaring binnentrekt, maar in het algemeen houden we voorlopig bewolking. Voor vanavond dus hier en daar een enkele opklaring, maar die wolken toch meestal wel de overhand. Het blijft op de meeste plaatsen droog, vanavond is het 4 tot 9 graden. En vannacht gaat er nog wel iets af, voor die 1 graad in het zuidoosten hebben we echt wel een opklaring nodig. Blijft het bewolkt dan is het ook daar een graad of 3. De wind begint aan te trekken, in de nanacht langs de kust een harde wind, windkracht 7 en morgenochtend kan er zelfs eventjes een uh, stormachtige wind komen te staan, een windkracht 8. We beginnen de dag met zonnige periode in het oosten, al snel raakt het echter bewolkt en tegen de middag begint regen het land in te dringen. Die regen trekt dan aan het begin van de middag uh, geleidelijk aan in oostelijke richting om uiteindelijk in de avond het land weer te verlaten en tegelijkertijd zie je met het passeren van de regen ook de meeste wind, daarna begint het wat te luwen en draait de wind. Naar een westelijke richting. Temperaturen tussen de 7 en 10 graden, het is dus nog steeds behoorlijk zacht. Maar dat blijft het niet, want vrijdag, zaterdag en zondag gaat de temperatuur gevoelig omlaag. Vrijdag 3 tot 5 graden, zaterdag een graad of 4 gemiddeld en zondag op veel plaatsen maar 2 graden. Er valt van tijd tot tijd een winterse bui, daar kan hagel bij zitten, misschien een keer een klap onweer, natte sneeuw. En als het even goed doorsneeuwt, dan kan die sneeuw een korte tijd blijven liggen voor de vrijdag en de zaterdag. Zondag wordt een spannende dag, want laat op de dag nemen dan de sneeuwkansen toe. In de nacht naar maandag gaat het allemaal waarschijnlijk weer over in regen. En dat kunnen we goed zien op deze kansverwachting voor de sneeuwval. Kijk, een klein beetje sneeuw valt er al snel. Dat zien we op de eerste dagen. Dat zien we eigenlijk dat het toch ook voorlopig wel eventjes zo aanhoudt. Maar de kans op gevoelig meer sneeuw is er vooral op de zondag. En dan hebben we te maken met een kans van meer dan 3 centimeter sneeuw. Meer dan 50%, dus we moeten ervan uitgaan dat het korte tijd wel even wit kan worden. En misschien als het zich allemaal wat vertraagt, hebben we daar ook maandagochtend tijdens de spits nog mee te maken. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.